Ja? Presentatie, Karel Timofeef. Het politieke weer in Den Haag droeg deze week een buitengewoon wisselvallig karakter. Dat kon je het beste constateren in en om de gebouwen rond de Tweede Kamer, waar deze week de algemene beschouwingen werden gehouden. Achter de regeringstafel scheen volop de zon, omdat de fracties van de coalitie, PvdA CDA, zo vol lof op de regeringsplannen waren, dat er voor diezelfde regering geen vuiltje aan de lucht was. In de hele vergaderzaal heerste een lome atmosfeer, waardoor het hele debat een buitengewoon saai karakter kreeg. De oppositieleider kon niks anders doen dan ervan te maken wat er van te maken was. Was het debat deze week saai? Ik vond van niet. Wel dus. Het Binnenhof, buiten, gaf een heel ander weerbeeld te zien, want daar heersten temperaturen ver onder nul. De duizenden WHO-demonstranten hadden inmiddels begrepen dat deze regering zich niets aantrekt van protesten en sociale onrust. Ook de vakbeweging bleef in de kou staan. Hoewel, één klein handreikingtje kreeg zij aangereikt om de zware buien die binnenkort boven de hoofden van de zieke werknemers hangen te kunnen opvangen, namelijk het paraplu-wetje. Het doel van de paraplu-wet is het scheppen van een situatie waarin partijen tenminste in formele zin opnieuw moeten onderhandelen. Paraplu, weet je wat betekent? Dat er ingegrepen zou worden in rechten van werknemers. En dat bijvoorbeeld als ze ziek zijn en ze een vakantiedag zouden inleveren en bijvoorbeeld ook maar 70% loon zouden krijgen als ze ziek zouden zijn. Dat paraplu-wetje zit de vakbeweging als een graat in de keel. Nee, met een paraplu-tje als een graat in de keel zal het ziekteverzuim bepaald niet worden teruggedrongen. Het ziet er naar uit dat overmorgen de zon weer volop gaat schijnen in Politiek Den Haag. En dat kan wel eens een oranje zonnetje wezen, omdat op diezelfde overmorgen de begroting van het Koninkhuis wordt behandeld.